Het is hier trouwens echt koud in mijn living. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb het hier nog nooit zo koud geweten. Hallo, het is nu 8 na 8. We zijn trouwens woensdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben al een half uurtje wakker, omdat ze vandaag aan het drinkwater werken. En daarom moest ik nog afwaswater vullen. Me wassen, zo van die dingen. En nu heb ik net mijn bed opgemaakt. Sinds dat mijn kamer haar gedaan is, heb ik al elke dag mijn bed opgemaakt. Dus dikke ding voor mezelf. En nu ga ik de afwas doen met het afwaswater die al klaar staat. Ik was trouwens op zoek naar een achtergrondsetting en ik denk dat hem dit wordt. Deze vind ik wel heel erg leuk. Trouwens, ben deze morgen aan het luisteren naar de podcast van Eva Daleman en Stijn. Namens Elke Dag Vakantie. En deze aflevering gaat het over Eva zelf. Dus superleuk. Ik vind de wijsheid die Eva overbrengt namelijk heel erg leuk. Ook de wijsheid die Stijn overbrengt. Maar Stijn heb ik het gevoel dat ik minder goed ken. Omdat ik bij Eva al haar boeken heb gelezen. Ik weet dat ik Eva niet, want ik die ken. Alleen wat dat ze schrijft en vertelt. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ze is echt zo'n inspirerend persoon. Ik ga sowieso nog haar nieuwste boek, Woman Up, lezen. Hopelijk jij ook. Linkje staat hier in de beschrijving. Dat klonk very edgy, maar dat is het niet, geloof me. Ik ga het eerlijk toegeven, ik had wat moeite met productief worden vandaag. Ik moet namelijk van alles doen. Allee, en ik wil ook van alles doen. Maar daardoor had ik het idee dat ik niet wist aan wat ik eerst moest beginnen en waardoor eigenlijk ik niet begon. Nu ben ik begonnen met blogbericht schrijven over het boek Becoming van Michelle Obama. Zoals jullie weten heb ik dat uitgeluisterd via de Kobo app. Dat doe ik door 25 minuten werken, 5 minuten pauzeren. En ik merk dat die methode van 25 minuten werken, 5 minuten pauzeren, me echt helpt bij zulke dingen. Bij het schrijven van blogberichten, zodat ik productief ben. Allee, begrijp me niet verkeerd. Ik schrijf super graag blogberichten, maar soms heb ik het moeite om erin te komen. En dan is die methode echt heel handig. Het schijnt dat die ook heel goed werkt voor als je moet studeren. Dus probeer dat zeker eens als je nog student bent. Voor andere dingen, zoals het editen van video's, werkt het soms. Maar soms ook niet. Voor het bewerken van foto's werkt het eigenlijk gewoon niet bij mij. Maar misschien bij het aanpakken van je mailbox wel. Bij het schrijven. Bij het studeren. Al die dingen waar je echt gefocust moet op zijn. Werkt het echt heel goed. Maar het is niet dat ik even in het midden van het creëren van een make-up look zou stoppen om even de pauze te nemen. Dat niet, maar jij. De mensen zijn hier trouwens aan het werken aan het water. Ik hoor ze. En nu ben ik de helft van mijn 5 minuten aan het bezig met tegen de camera te spreken, dus daarmee ga ik nu stoppen, zodat ik nog eventjes kan rondwandelen, een beetje drinken en zo. Tot straks! Ik heb trouwens mijn agenda ook naast mij gelegd met mijn to-do-list, zodat ik exact weet wat mijn volgende taak is, als ik hiermee klaar ben. Zoals jullie weten probeer ik mijn boekenreviews altijd op te spijzen met leuke quotes uit het boek. Maar in Becoming van Michelle Obama zijn er zoveel dat ik niet kan kiezen. Dus sorry als er een stuk of 5-6 quotes staan in technical. Het is 11:20 en ik ga iets eten en ik weet nog niet wat. Sowieso iets gezond, anders zijn mensen rondom mij niet blij.
En dan heb ik minder energie en zo van die dingen. Misschien druipjes. Het wordt een yoghurtje, want druifjes zijn meer straks ook een snack en terwijl ik aan het werken ben. Een yoghurtje kan ik nu eten en dan terug aan het werk. Net een boekreview geschreven over Girl Online. Die komt online binnenkort op zij of haar. En ik ben ook begonnen aan mijn artikel over Duinkerken voor het magazine zij of haar. En nu ga ik een video filmen. Het is hier trouwens echt koud in mijn living. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb het hier nog nooit zo koud geweten. Misschien is het gewoon warm in mijn bureau en is het het warmteverschil. Het regent, maar jullie kunnen waarschijnlijk niet zien vanuit hier. Ik ben momenteel naar Chateau Meiland aan het kijken. Ik heb vandaag verschillende dingen gegeten. Ik heb een klein beetje vegetarisch paté gegeten. Ik heb een stukje met deze kaas, hoe noem je dat? Light smeerkaas en gewone kaas gegeten. En ik heb een eitje gegeten met vegetarische spek. Dus een lekkere mengelmoes. Nu kan je het zien, maar uit dat regent. Ja, het is heel heel lichtjes. Het duurt meer regen nodig dan dit. Ik was eventjes in een dipje, omdat ik redelijk moe ben. Dat was niet expres, maar dat gaan we verder doen. Mijn zusje was hier, we hebben Mario Kart gespeeld op de Switch. Eerst gewoon de VS race en dan de battle. En ik suk, want ik ben de onderste browser. Ik ga moeten kijken om te vertrekken naar de sporthal, want vanaf 5 uur mag er niemand op de atletiekpiste, omdat er dan een loopclub is die erop zit. Dus, oh ja, ik heb mijn sportkleren aan, maar misschien zie je het niet, want ik heb gewoon mijn flanel en hemdje erboven gedaan. En dan zorgt het ervoor dat de loop er wel dagelijks uitziet en niet alsof dat je vertrekt naar sporten, terwijl dat eigenlijk wel zo is. De rest van mijn outfit is een zwarte joggingbroek en sportschoenen. Deze bakjes van de IKEA voor de kalkskras zijn echt heel handig. Zo kan je georganiseerde rommel creëren. Kijk, dat is mijn werkbakje voor zij of haar en voor fotovlogs en zo. Hier zitten er rommeltjes in die ik gebruik als mijn huis een update nodig heeft. Hier zijn er allemaal plantendingetjes. Plastic potjes, want wie geeft er niet allemaal een verzameling met plastic potjes? Laat het even weten in de poll als je alleen woont en of dat je ook een plastic potjes verzameling hebt. En als je thuis woont of dat je moeder dat heeft. En na het lopen ga ik nog even langs de veertas, want ik ben daar gisteren nog iets vergeten te halen. Net met een mes dit opengesneden. Ik heb hem handgesneden. Je ziet het niet in het bloed niet, dus het is oké, denk ik. Mijn bloed dat staat niet. Het ziet er redelijk diep uit. Oké. Ben nu aan het kijken naar Zoella, terwijl ik een paar dingen doe voor mijn blog. Kijk, daar heb ik mijn vingers in mijn hand zitten met een aardappelmesje. En het bloed nog niet. Waarom bloedt dat niet? Net de afwas gedaan en alhoewel ik mijn mouwen heb opgerold, is toch heel mijn mouw nat. Maar ja, dus toch, morgen doe ik toch een ander shirt aan, dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik zit trouwens nog altijd in mijn sport-BH en in mijn joggingbroek hieronder. Dus misschien is het tijd om dat uit te trekken en in mijn bed te gaan liggen.
Want ik wil vandaag echt wel meer lezen dan dat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Het is toch heerlijk als je zo kan gaan slapen, maar gewoon de afwas gedaan. Morgen moet ik dat enkel nog wegzetten. En misschien nog een klein beetje afdrogen. En ik moet nu beslissen welke outfit ik morgen wel kan dragen, maar hoe warm of koud worden de volgende dagen. Morgen wordt maximum 16, minimum 7. Beetje herfstachtig. Oké, daar kan ik wel wat mee. Net een maskertje op mijn gezicht is meer zoals jullie wel kunnen zien. Ik heb gekozen voor dit masker, het Kruidvat Originals Hydrating Clay Masker. En nu moet dat een kwartiertje in werken. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer in een nieuwe vlog. Doei!